Het gebouw staat aan de Jan Evertse straat in Amsterdam. Bij nadere beschouwing blijkt dat op het normale complex gezinswoningen 3 lagen van in totaal 36 galerijwoningen zijn gebouwd. Deze 1-kamerwoningen zijn bestemd voor alleenstaanden. De secretaresse die deze woning kreeg toegewezen, zag al haar dromen werkelijkheid worden. Een eigen ruimte tegen een redelijke prijs, zonder dat ze zich in haar vrijheid beknot hoeft te voelen. In deze kamer is geen scheiding tussen tafel en bed, maar daar merkt men nauwelijks iets van. Het keukentje is een waar paradijs na het jarenlang knoeien op een gaspitje onder de achterdochtige ogen van de hospita. Vooral de koelkast is ideaal voor iemand die niet iedere dag boodschappen kan doen. Een uitklapbare keukenkast maakt het mogelijk gauw even een hapje te eten. Tussen de voordeur en de kamer is een halletje dat met een enkele handgreep is om te toveren in logeerkamer. De eettafel is aan de muur bevestigd en kan naar believen groter of kleiner worden gemaakt. Alleen staan behoeft nu tenminste niet meer alleen zitten te betekenen. De kans op een eigen huisje is voor vele alleenstaanden groter geworden.